Vaak denkt men, oh, een hepatitisvirus, dat infecteert enkel de lever. Wel, een van de verrassende dingen met die hepatitisvirussen is dat ze vaak andere organen ook kunnen infecteren. Wanneer dat gebeurt, dan denkt de arts niet automatisch aan een hepatitisvirus. En dat betekent dat sommige van die ziektebeelden vaak onverklaard blijven. Omdat men niet denkt aan bijvoorbeeld een hersenaandoening, dat dit zou door een hepatitisvirus kunnen veroorzaakt worden. Iemand die een encefalitis doet, dus die als hoofdkenmerk heeft verwardheid, partner niet meer herkennen, psychose soms zelfs, die beesten op de muur ziet kruipen die er niet zijn en die dan toevallig ook verdubbeling heeft van de leverenzymen waar er niet op gefocust wordt op de zaal neurologie, want die kijken voornamelijk naar het centraal zenuwstelsel. Als zij niet onmiddellijk hepatitis E, PCR in CSV en een bloed- of in stoelgang aanvragen en dit dus niet wordt gevonden, wordt er ook geen behandeling gestart en die patiënten kunnen sterven natuurlijk, omdat het niet geweten is. Vaak is de doodsoorzaak dan zelfs niet geweten. Je moet verdenken, je moet aan hepatitis E denken, hè? Maar dat je dat om een of andere manier heeft ontlopen, hè? Dat is mogelijk. Hè? Omdat het inderdaad vrij nieuwe kennis die vrij evolueert. Dus je moet het volgen om dat te weten.